In deze video ga ik uitleggen hoe jij jouw YouTube kanaalnaam aanpast. Welkom, mijn naam is Theo de Klein en ik help zelfstandige ondernemers met videomarketing. In deze video leg ik dus uit hoe je jouw YouTube kanaalnaam aanpast. We gaan even achter de computer zitten. Kijk je even mee? Zo, ik zit achter mijn computer. Om beter gevonden te worden op YouTube is het belangrijk dat je kanaalnaam strookt met het product of dienst wat je levert. Je kunt je kanaalnaam maar één keer aanpassen. Mijn advies is dan ook om een kanaalnaam te kiezen met het woord waarop je het beste gevonden wilt worden. Nu gaan we dus de kanaalnaam aanpassen. Ik ga ervan uit dat je een YouTube account hebt en een Google Plus account. Heb je die nog niet, dan kun je het gratis e-book downloaden. De downloadlink vind je straks aan het einde van deze video. Log in bij je YouTube account. Klik aan de linkerzijde op kanaalinstellingen. En daarna kom je op dit scherm uit. Klik bij dit scherm op geavanceerd. Dan kom je daarna op dit scherm uit. En klik dan op aangepaste URL maken. Als je daarop klikt, dan kun je je kanaalnaam ingeven. In dit voorbeeld hebben we de kanaalnaam reclame maken. Nou, dan vul je reclame maken hierin en druk je op kanaal URL maken. Zo simpel is het. Meer tips over hoe jij jouw YouTube kanaal op een goede manier inricht vind je in mijn e-book. Het gratis e-book kun je downloaden door te klikken op de link die nu hier in beeld verschijnt of te klikken op de link onderaan deze video. Ik wens je er veel plezier mee.